Hallo allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe Pokémon Go vlog van Crazy Koen. Super tof dat je weer kijkt. Het is raid hour voor Giratina, de altered form. Ik zit in een raid met nog 14 seconden te gaan. Dat is genoeg tijd om deze video te liken en te abonneren voor meer totdat de raid begint. Was zelfs maar een paar seconden. Er zijn 27 accounts in totaal. Er zitten van die 27 9 in deze groep. En de vorige keer schijnen er geen shinies gevallen te zijn. Dus we gaan kijken of het deze keer wel lukt met de Giratina Altered Form Dragon en Ghost. Dus Dragon type attacks zijn super effectief op hem. Zoals ik natuurlijk in mijn raid guide ook heb vermeld. Heb je die nog niet gezien? Kun je hem checken voor de beste Rayquaza, niet Rayquaza, Giratina counters natuurlijk. Ik ben heel benieuwd. Dragon Claw heeft hij zelf ook. Dat betekent dat mijn Dragonite niet de meest ideale keuze was. Met een minimale groep heb je toch echt wel 3-4 mensen nodig met optimale counters. Dus met 9 zou het moeten lukken. Je ziet ook, hij zit al ongeveer op de helft. Heel snel neer. En dan gaan we checken. Deze Giratina Altered Form heeft in vergelijking met de Origin Form, die gek genoeg wel de tweede was die we te zien kregen, een hogere defense. De Origin Form heeft een hogere attack. Dat maakt deze Giratina wat minder geschikt voor raids. Maar zoals Frank van Gunnen in mijn vorige video goed uitwees, was dat dus deze vorm wel heel erg geschikt is voor Go Rocket Stops. Vanwege zijn hoge defense stat. En doordat het een legendary is, heeft hij nog best wat attack. Thanks Frank voor die tip. Ik ga het zeker zelf proberen. Hopelijk kunnen jullie daar ook je voordeel mee doen. En zo heb ik de raid ook bijna volgepraat. Was niet direct het doel. Maar we zijn er toch wel bijna. En dan kijken of ik een paar van mijn kijkers na kan doen die al hun eerste keer een shiny hadden. Maar als ik hoor dat op 27 er geen shiny gevallen is, ben ik sceptisch. En dan nu de vraag, krijgen we een gewone of krijgen we een beige? Er is één shiny gevangen in elk geval. Tweede shiny. Kijken of we dat na kunnen doen. Nee, helaas. 1851. Ik heb geen idee of dat een goeie is of niet. We gaan hem in elk geval gewoon proberen te vangen. Nee, ik zie al iemand schudden. Het is geen goeie. Dan gaan we het met Pineberries proberen. Het is wel goed. Hop. Welkom bij raid nummer 2. De vorige Giratina ving ik net op de allerlaatste bal. Met wel een golden raspberry. Omdat ik dacht, hè, 3 berries, 3 candies is beter dan 0. En nu zitten we bij een gym waar ik traditioneel gezien vaak mijn shinies vang. Op zowel de Suicune als de Entei Raid Day was het deze gym waar we nu een raid doen waar ik mijn shiny wist te vangen. De eerste ook van toen de raid day. Dus ik ben heel benieuwd of dat nu met Giratina weer verder gaat. Of dat de derde keer in dit geval mij ongeluk brengt in plaats van geluk. We gaan het zien. Deze Giratina kan een dark type attack, dus je ziet mijn Dragonite houdt het een stuk langer vol. Een stuk gunstiger. Deze moveset zou dus misschien ook makkelijker zijn om met een kleinere groep te verslaan. Omdat die minder effectief is op de meest effectieve counters. Maar als je dus een lege Tyranitar hebt, zo zie je, ze stonden niet in mijn lijstje. Maar ze zijn wel perfect te gebruiken. Dat was hem. En dan nu natuurlijk weer de grote vraag, waar houdt hij op? 1931 is waar we naar op zoek zijn. 1899 zag ik staan volgens mij. Zo te horen in elk geval weer een shiny. We gaan kijken. Gewoon. 1899? 1879. Dat is toch eventjes 20 te laag. We gaan verder met pineapple berries in elk geval. Het zou niet... Oh, als ik goed time, zou het niet heel moeilijk moeten zijn om hier excellent throws op te gooien. Hop. En nu gooien. En een excellent. Keurig. De strategie om dus pokeballs te gooien. Wachten op de move. Cirkel klein maken. En het mooie is, zolang ik nu de bal niet aanraak, terwijl Giratina beweegt, blijft die cirkel, je zag hem net heel even, zo klein. Gooi er natuurlijk alleen weer net geen excellent. Ik hoopte heel even dat ik hem had. Ik begin de gooi in elk geval beter onder de knie te krijgen. Nu het vangen nog. Nee. Nee. Hij heeft er geen zin in. In elk geval de derde excellent achter elkaar. Had ik nu maar een Spinda quest gehad, dan was dit in elk geval nog iets waard geweest. Ah, we hebben hem. 6 candy erbij. Ik ga toch even de IV's checken, want ik ben stiekem best wel benieuwd. 9 Giratina candy heb ik op dit moment maar. 2 sterren. Balen. Hopen dat de derde beter is. Ben jij dan een shiny?
Jammer. Vijf seconden tot de start van de volgende raid. Ik zal jullie even kijken of ik je iets rechter kan zetten. Kijk, de wereld is weer recht. Het is weer logisch. Dragonite blijft hij toch aanraden als counter. Wat interessant is, in elk geval kijken of deze weer een Dragon-type move heeft. Nee, Ancient Power. Ook super effective trouwens op Dragonite. Dus wat dat er gaat, niet de handigste keuze. Misschien had ik een Rayquaza moeten boosten. Nee. Keurig, 1866 als ik het goed heb gezien. En met mijn tellen is het vast 56. Dus er is maar één ding dat hem nog kan redden. En dat is als dit een shiny is. Die ja was niet van mij. Dit is een nee. Je kunt er even een AR-foto van proberen te maken. En meestal gaat dat wel goed. Als je, behalve in Dortmund, met een shiny Nidoran female. Ja, nee, dat klopt. Het is een risicootje. Een klein risicootje. Ja, het is in Dortmund is het 2 of 3 keer gebeurd. 2 keer. 1 keer met Geodude en 1 keer met dus die Nidoran. Maar die Geodude zat er gewoon nog. Ja, maar dat waren Beldums die wegrenden en zo. Dat was weer iets anders. Dat was een ander probleem. Is bijna neer? Bijna! Er zit nog een heel klein stukje rood. Ik zal nu... We hebben ook een heel gesprek opgenomen, waar ik er dus gewoon allemaal uit ga knippen. Misschien dat het ergens op Facebook terechtkomt of zo, of Instagram of Twitter. Ik ben overal te volgen. Crazy Koen, links in de beschrijving. Zal ik je even volgen? Volg me zeer zeker daar. Ja, kijk, ik heb er onmiddellijk een volger bij. Het helpt ook gewoon. Adverteren helpt. Hij is neer. En? Dus, en een shiny? Ik heb niet gekeken wat ik had. De kijkers weten het nu, ik niet. Dus, nu heb ik het niet gezien. Shiny of niet? Ja, dit ziet er bijzonder grijs uit. 1914. Dat is wel best oké. 1 keer, 2 keer. Wordt het nou 3? Dit is niet eens een excellent throw. Dit is pure mazzel op de tweede bal. Nou ben ik heel benieuwd hoe goed die is. 1914 is de hoogste die ik vandaag gevangen heb in elk geval. 3 sterren, 15, 15, 9. Dat is 9, hè? Ja, 9. Ja, dat is 9. 15, 15, 9. Keurig. Maar misschien is het ook wel 10, dan is het 15, 15, 10. In elk geval, ik ben hier tevreden over. Nu alleen nog de shiny. Welkom bij de allerlaatste raid van dit raid hour, denk ik zo ongeveer. De vorige raid had ik een shiny. Maar ik dacht dat mijn camera aanstond, wat niet het geval was omdat er iets misging met dat knopje drukken. Maar het zag er ongeveer zo uit. Ik had een trucje geleerd. En dat was doen. En dat werkte dus. Dus we hadden de en toen ja! Dat was ongeveer de reactie die ik had toen ik een shiny pakte. Ik hoop dat ik het jullie weer kan laten zien, maar ik... betwijfel of net zoals in mijn Rayquaza raid ik 2 shinies achter elkaar ga krijgen. Dus iemand anders zal het moeten doen. En dan hoor je een ja en dan hebben jullie ongeveer een idee. Met nog 30 seconden te gaan. Nee, crap! Ja, ik ben eruit gegooid en er waren nog... Oh, wacht. Ja, you win. Oké, het ging net goed. Oké, ik heb weinig bijgedragen en het is dus ook geen shiny. Iemand heeft ja roep 1858. Het is ook geen beste shiny, of geen beste normale. Maar ja, nee? Jammer. Ja, maar je had ook geen camera bij je die uitzond, hè? Dat is dan toch wat... Ja, dan zet ik er voor je uit en dan kun je dat proberen. Ik hoop dat er bij jullie meer shinies zijn gevallen dan bij ons. We hadden een grote groep met relatief weinig shinies. Ik heb er in elk geval wel één. Heel erg bedankt voor het kijken. Vond je dit vet? Geef me een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Natuurlijk weer mijn grote dank naar deze fantastische raidgroep. Met allemaal mensen dat we weer mee mochten. Ik hoor graag in de comments hoe jullie dag ging. Tot de volgende keer. Houdoe!